mijn naam is Dorine en leuk dat je kijkt naar Studententalent, de serie waarbij we langs gaan bij studenten die iets bijzonders hebben gedaan voor hun studie. En vandaag is dat Karima. Wat heb jij gemaakt? Nou, ik heb een online platform genaamd Get Fat With Me en daarop help ik vrouwen met ondergewicht om gezond aan te komen. En hoe kwam je precies op het idee om dit te gaan maken? Ik heb zelf een aantal jaar geleden ondergewicht gehad toen ik ongeveer 14 was. Ik googelde eigenlijk, deed wat research om mijn eigen ondergewicht op te lossen en kwam eigenlijk tot het inzicht, er is hier heel weinig aanbod voor. Ook gewoon lotgenoten om me heen. Ik had het idee dat ik de enige wezen was op aarde die wilde aankomen. Uiteindelijk is het me wel gelukt met beperkte informatie eigenlijk. En toen zag ik eigenlijk een keer op Facebook van, ja, hey, ik wil heel graag aankomen, hoe doe ik dat? En toen dacht ik, wat bijzonder, iemand die wil aankomen. Dus ik bood eigenlijk zonder nadenken mijn hulp aan. Van, hey, ik wil je best helpen, ik ben 10 kilo aangekomen in 2 maanden, stuur me maar een bericht. En toen explodeerde eigenlijk mijn inbox, er was superveel vraag naar. En die vrouwen ging ik uiteindelijk van Facebook meenemen naar WhatsApp en ik ging ze daar eigenlijk intensief begeleiden. En dat heeft ervoor gezorgd binnen 3 jaar tijd dat het is uitgegroeid tot ongeveer 100 vrouwen op mijn WhatsApp. Toen ben ik eigenlijk gaan nadenken, hey, hoe kan ik het soort van gaan opschalen, want ik geef eigenlijk continu dezelfde informatie. Toen dacht ik, hey, Facebook Community, dat is best wel een goede oplossing. Is gaan draaien ook. En toen dacht ik, hey, een website is ook weer de volgende stap, omdat dat ook weer een beetje een chaos werd. Dus dat is een beetje hoe mijn reis in de afgelopen 8 jaar is geweest. Ja, en sommige mensen die werken in de supermarkt of in de drogisterij. Is Get Fat With Me echt jouw baan? Op dit moment is het mijn baan. Is niet altijd zo geweest. Ik heb er natuurlijk echt 8 jaar over gedaan om dit allemaal op te bouwen. De eerste 5 jaar helemaal vrijwillig. En tijdens mijn studententijd ging ik echt veel meer aan werken en ook dingen verkopen. Maar dat was altijd wel echt ernaast. Dus ik moest altijd wel echt van werkgever rennen en dan weer naar huis en dan weer werken aan Get Fat With Me. Ik ben eigenlijk wel heel blij dat het nu wel echt mijn fulltime baan is geworden. Maar daar heb ik wel heel veel voor moeten inleveren, hoor. En hoe zie jij de toekomst van Get Fat With Me? Super positief eigenlijk. Ik heb eigenlijk nog heel veel mooie grote dromen. Ik wil het heel graag internationaal gaan uitrollen, zodat ik ook vrouwen in het buitenland kan gaan helpen. Maar dat de hulp die ik aanbied, die nog heel minimaal is eigenlijk qua aanbod, dat ik dat gewoon internationaal kan aanbieden en zoveel mogelijk vrouwen wereldwijd kan helpen. En stel, er kijkt nu een meisje die denkt, oh, ik heb dit nodig. Waar kan ze jou dan vinden? Mijn website heet getfatme.nl, mijn Instagram en Facebook ook getfatme. Dus ik zou zeggen, stalk gerust, ik wil je heel graag helpen. Nou, heel erg bedankt, Karima. Dit was Studententalent van deze week. Heb je nou ook iets bijzonders gemaakt voor je studie? Of ken jij iemand waar we zeker even langs moeten komen? Stuur ons een berichtje en wie weet zien we je volgende keer weer.